Welkom bij de video over sportvoeding voor wielrenners. Mijn naam is Henk-Jan Koershuis, sportvoedingsdeskundige en we staan hier in het Experience Center in Zenderen. De mooiste en grootste sportvoedingswinkel van Europa. En onze slogan is, goed is niet goed als je beter kunt zijn. Kortom, je kan veel meer uit je sport halen als je sportvoeding op een goede manier gebruikt. En daar ga ik je graag wat meer over vertellen. Kom met me mee. Als wielrenner kun je sportvoeding op allerlei manieren gebruiken. En er is ontzettend veel aanbod in de wereld van sportvoeding. En er is ook daardoor ook heel veel onbekendheid, heel veel fabels, mythen en feiten, gelukkig ook wel. De wereld van sportvoeding, die ik graag wat verder ga toelichten. Veel is te vertellen over repen, over sportdranken, over energiegels, over hersteldranken. Maar wat is nu het juiste? En waar het om draait is, niet alleen het gebruik maken van de juiste sportvoeding, maar vooral ook van de juiste sportvoeding op het juiste moment in de juiste hoeveelheid. En daar valt nog wel veel winst te behalen, in mijn optiek. Sportvoeding van Sportvoeding Webshop, de productlijn die we zelf ontwikkeld hebben onder de noemer goed is niet goed als je beter kan zijn, van de hoogste kwaliteit. En de producten die ik laat zien zijn dan ook van ons eigen merk. Zeer hoogwaardig, zonder enige concessie aan kwaliteit. En om te beginnen, om de sportvoeding uit te leggen, vertel ik de sportvoeding in 4 verschillende fasen. De voorfase, de tijdensfase en de nafase. Dat zijn er 3. En de 4e fase is eigenlijk de fase van de onderhoudsfase. Oftewel de fase om dagelijks fit en gezond te zijn. En om daarmee te starten, start ik uiteindelijk met ons basisproduct. Het basisproduct heet van ons Diet Protein. En Diet Protein is een onvergelijkbaar product in spierbehoud en gewichtsverlies. En Diet Protein is trouwens ook het official product van De Beste Verliezer, ons 12-week lifestyle programma. En Diet Protein, het product in de grote verpakking, is te verkrijgen in allerlei smaken. Vanille, banaan, aardbei, chocola, cappuccino, summerfruit, etc. Vele smaken. En wat doet Diet Protein? Diet Protein zal je als wielrenner kunnen gebruiken om fit te blijven of om een aantal kilo's af te slanken zodat je je sport goed kan beoefenen. Als je wil afslanken en gewicht wil verliezen, dan kun je Diet Protein gebruiken als een maaltijd, in de ochtend als ontbijt of in de middag als lunch. En als je Diet Protein gebruikt als tussendoortje, zoals ik het zelf doe, 2 of 3 keer per week, dan zou je Diet Protein kunnen gebruiken om gewoon fit te blijven en slank te blijven. Dus dan wil je eigenlijk op niveau blijven. Als je veel sport, dan loop je de kans om veel spierschade op te lopen en veel gewicht te verliezen. Dus op die manier zou je Diet Protein kunnen gebruiken. Wil je helemaal fit toewerken naar een wedstrijd, of het nou een eendaagse wedstrijd is of een meerdaagse, Diet Protein helpt je erbij om de laatste kilo's gewicht te verliezen. Zo reed ik een aantal jaren geleden de Maratona Dolomiti in Italië. Een wedstrijd, of tenminste een tocht die voor mij aanvoelde als een wedstrijd. En daar wilde ik strak voor de start staan. En daar gebruikte ik Diet Protein om strak aan de start te verschijnen. En met een zeer laag vetpercentage. Goed, dan nu naar de sportvoeding. Verdeeld in 3 fasen. Voor, tijdens en na de inspanning. En als wielrenner voor de lange afstand kun je meer uit de inspanning halen als je een product gebruikt zoals Carboloader. En dat is eigenlijk het eerste product in onze range. Een Carboloader is misschien wel het meest onbekende of het meest onderschatte product. Maar wat vele mensen wel weten, veel renners gebruiken voorafgaand aan een wielerinspanning een vorm van een pasta maaltijd of eventueel in de ochtend pannenkoeken. 2 producten die zeer koolhydraatrijk zijn en die ervoor zorgen dat de glycogeenvoorraad, dat is gewoon een mooi woord voor opgeslagen energie in je lichaam, dat die wat vergroot wordt. Want simpel gesteld kun je zeggen, je hebt ongeveer 1,5 uur energie in je lichaam en na 1,5 uur energie is die op. Dan zul je tijdens de inspanning moeten aanvullen. Maar voorafgaand kun je ook al winst behalen. En die winst behalen, dat doe je met ons product Carboloader. En Carboloader is misschien wel, wat ik zei, een van de meest onderschatte producten en tegelijkertijd een van de meest effectieve producten. Een Carboloader zorgt er gewoon voor dat je de inspanning veel langer kan volhouden. Nou, hoe doe je dat? Bij tochten van korte afstand heb je geen Carboloader nodig. Bij een rustige training heb je geen Carboloader nodig. Maar op het moment dat je een hele lange duurtraining doet, of een hele lange wedstrijd of een lange tocht, dan is Carboloader absoluut aan te bevelen. En wat is lang? Dan praat je over 2,5 uur of 3 uur of meer. Echt lange inspanningen met een hoge hartslag die veel intensiviteit vragen. En dan zou je Carboloader kunnen gebruiken. Je kan dat achterkant van de verpakking bekijken en daar staat op al onze verpakking heel duidelijk op hoe de dosering is, maar ik licht het uiteraard graag toe. Bij een heel langdurige inspanning gebruik je Carboloader 2 dagen van tevoren. 2 dagen van tevoren neem je 1 bidon, 1 dag van tevoren neem je 2 bidons en de dag zelf neem je 1 bidon. De bidon op de wedstrijddag zelf, op de lange trainingsdag, die neem je ongeveer 1 uur tot 90 minuten voorafgaand. Je mixt de poeder met water,
5 schepjes in de bidon, een bidon van 500 milliliter. 5 schepjes erin, schudden, opdrinken, 60 tot 90 minuten voor en klaar is jouw koolhydraten stapelen. Neem daarbij een kleine maaltijd en je hebt meer dan voldoende. Neem je 2 dagen voorafgaand de carboloader, verdeel dan die inspanning over de dag. Oftewel, verdeel de hoeveelheid carboloader over de dag. Een tweede product wat je voorafgaand zou kunnen gebruiken is eigenlijk voor renners die te maken hebben met het effect van wedstrijdstress of eventueel het feit dat je niet zoveel kan eten van tevoren. En dat product heet Sportsmeal. Een product waar we eigenlijk uniek in zijn in de wereld, waar geen enkel ander merk mee werkt. En dat is een product waar we zeer trots op zijn dan ook. Sportsmeal is een maaltijd en je kunt dat zien als een vloeibare maaltijd. Het is op basis van een poeder. Je mixt dat met heel koud water. Je schudt dat in een shakebeker. En deze beker. Schudden in een shakebeker. Water en klaar. Een volwaardige maaltijd die je voorafgaand aan de inspanning kan nemen. Kortom, heb jij moeite om voorafgaand aan een wedstrijd of aan een lange duurtraining, 's ochtends heel vroeg, een maaltijd te eten, kies dan voor Sportsmeal en je hebt een volwaardige, goede maaltijd. Dan het verschil tussen Sportsmeal en carboloader. Sportsmeal is echt een maaltijd op zich en een carboloader is een product wat je extra neemt. Dus dat neem je naast je maaltijd. Dus dat is het grote verschil. Waarom zou je Sportsmeal kunnen gebruiken als je bijvoorbeeld geen wedstrijdstress hebt? Dan zou je Sportsmeal kunnen gebruiken op een manier als volgt. Vaak, tenminste dat ervaar ik zelf, dan kom ik vanuit het werk terug om 6 uur of om 7 uur. En dan moet ik een half uur of een uur later naar de club om te gaan trainen. Ik train dan en dan heb ik twee situaties. Of ik eet niks of ik eet vaak veel te veel. Met volle maag fietsen is niet handig, voedsel is dan nog niet verteerd en helemaal niks eten is ook niet handig. Dus in dat geval, als je kort van tevoren nog iets wil eten, dan is Sportsmeal een zeer effectieve oplossing. Dus dat voor wielrenners in de voorfase. En dan tijdens de fase. Tijdens de inspanning als wielrenner is het van belang om continu je lichaam te voorzien van energie. En bij langdurige inspanning is mijn advies om 30 minuten tot 60 minuten na de start je eerste product te nemen. En dat herhaal je dan elk 60 minuten. Dus bij zware inspanning kun je uitgaan van iedere 60 minuten een product. Nou hoef je natuurlijk niet bij een rustige duurtraining van 3 uur elk uur een sportvoedingsproduct te nemen. Maar op het moment dat de intensiteit wat hoger ligt en je fietst een wedstrijd, dan is het van belang om elk uur iets te eten. Zo reed ik een aantal jaar geleden de SKS-marathon in Duitsland, de Iron Bike en allerlei andere tochten. En dan is het van belang om elk uur te blijven eten. De inspanning is dan zeer hoog, de hartslag is hoog en de verbranding is dan zeer op een hoog tempo. Je verbrandt enorm veel energie, blijf eten. Dat is het devies. Veel sporters eten dan te weinig. Hoe moet je dan eten en vooral in welke hoeveelheid en wanneer? Daar zijn verschillende opties voor. Je kan dat doen in de vorm van vaste voeding. En in de vorm van vaste voeding hebben we daarvoor een energy bar. Hier hebben we 3 verschillende varianten in. De energy bar in de vorm van lemon. En deze specifieke reep, die smelt niet. Oftewel, deze reep heeft geen coating. En die is met name interessant voor de langdurige en de warme inspanning. Dus als je naar een land gaat waar het zeer warm is, neem dan de lemon bar. Die is lekker fris en daarnaast heeft die geen coating. Dus die smelt niet bij hoge temperaturen. De tweede reep is de energy bar genaamd Salty Electrolyte. En deze reep die bevat extra magnesium. Dus als je gevoelig bent voor kramp en je wil wat magnesium toevoegen, dan is dit een ideale reep. En als laatste onze meest verkochte energy bar, by far, oftewel de Sportfood Reps Energy Bar Strawberry Banana. Deze reep is easy to eat, erg makkelijk te eten. Dit bevat wel een kleine coating, dus als het extreem warm is, dan kan het zijn dat de coating gaat smelten. Maar over het algemeen gaat het vaak goed. Strawberry Energy Bar Banana. Sportrepen gebruik je met name in de eerste fase van een tocht. Dus stel je voor dat je bijvoorbeeld een Amstel Gold Race fiets, op een Limburgs Mooiste of een Ronde van Vlaanderen, ik noem maar iets. Dan gebruik je in de eerste fase van de tocht, de eerste helft van de tocht, gebruik je vaste voeding. De eerste product neem je na 60 minuten na de start, 45 tot 60 minuten na de start. En dat herhaal je tot de halverwege de koers. En in de tweede deel van de koers stap je over op vloeibare voeding. Rij je echter een wielerwedstrijd en is de hartslag zeer hoog en heb je geen tijd om te eten, dan sla je de vaste voeding over en dan ga je gelijk starten met vloeibare voeding. Maar de recreant, wat ik zelf ook ben, die vindt het wel prettig om ook wat maagvulling te hebben. En met name als je meerdaagse fiets of lange etappes, dan is het van belang om zeker vaste voeding te nemen, omdat je maag zeker behoefte heeft aan de zogenaamde maagvulling in de vorm van vaste voeding. Ga je over echter naar het tweede deel van de tocht, dan zijn daarin 2 varianten. En dat is de Long Energy Drink met het welbekende oranje draaidopje.
En daarnaast hebben we ook de gel drink in twee varianten. In de smaak orange, zonder cafeïne. En in de smaak lemon. En de lemonsmaak is met cafeïne. En de cafeïne zorgt er gewoon voor dat je net iets meer boost krijgt, net iets meer energie. Drink je geen koffie, dan zul je dat zeker merken. En drink je wel koffie, dan zal het effect heel iets minder zijn. Maar de lemon is iets sterker dan de orange smaak. Nou, hoe ga je deze twee producten dan gebruiken? Als eerst iets over het gebruik van het aantal momenten en het aantal minuten dat het product werkzaam is. De Long Energy Drink is een groot pakje van 150 ml en de gel drink is 60 ml. Dit grote pakje geeft energie van 60 tot 90 minuten. 90 minuten als de inspanning niet zo heel hoog is en bij een hoge intensiteit 60 minuten. En deze gel drink geeft energie van 30 tot 45 minuten. 30 minuten als de inspanning zeer hoog is en 45 minuten als de inspanning wat lager is. Hoe je dat verdeelt is als volgt. Eerst deze en daarna stap je over op deze. En dit draaidopje zit er al op voor de volgende reden. Als je onder de 70 kilo bent, dan drink je dit pakje in twee maal leeg. En ben je boven de 70 kilo, dan kun je het pakje in één keer leeg drinken. En dan heb je daar een uur ongeveer energie van. Dan de gel drink, die je meer gaat gebruiken voor de finale, voor het laatste deel. Die kun je gebruiken losscheuren. Er zit een zogenaamde scheurlint op. Trek je los met de handen, heel snel. Of je zet hem tussen je tanden, je knijpt hem. En bij beide producten, bij zowel de Long Energy Drink als de gel drink, hoef je geen extra water te drinken. Ze zijn heel vloeibaar. Het zijn geen dikke, stroperige gels. Zeer vloeibaar, dus je kan ze gewoon zeer eenvoudig innemen. Hoeveel producten moet je dan achter elkaar nemen als je dat even resumé neemt? Vanaf de start, een uur na de start, neem je de Energy Bar. Dan kun je op een Energy Bar ongeveer een uur rijden. Dus een uur later neem je de Long Energy Drink, eenmaal. En daarna neem je elk half uur tot drie kwartier de gel drink. Rij je echter een zeer lange etappe, dan zou je het als volgt kunnen doen. Want als de inspanning 6 of 7 uur duurt, dan zou je kunnen zeggen, ik neem een energy bar, ik neem nog een energy bar en nog een energy bar, oftewel drie energy bars achter elkaar. En daarna stap je over eenmalig op de gebruik van de long energy drink. En daarna ga je verder met de gel drinks. Na het gebruik van de energy bar, de long energy drink en de gel drink, wordt het tijd om een vlammende finale te rijden. Als wielrenner wil je natuurlijk de laatste beetjes maximaal eruit halen. Oftewel het rijden van een vlammende finale. En daarvoor hebben wij twee producten uit de Shot-serie. En één product daarvan is uitermate geschikt daarvoor. En dat is deze, de Guarana Shot. De Guarana Shot is het product voor de finale. En dit is de Magnesium Shot. Twee producten uit de Shot-serie, maar daar vertel ik zo dadelijk iets over. Eerst over deze, de Guarana Shot. De Guarana Shot is het product voor een vlammende finale en die gebruik je 45 minuten, 30 minuten voor het einde. Of je nou een koers rijdt, een wedstrijd of een eendaagse tocht als de Amstel Gold Race of Limburgs Mooiste of iets anders. Of het rijden van een meerdaagse, de Guarana Shot gebruik je 30 tot 45 minuten voor het einde. En dit product is zeer geschikt voor snelle inname vanwege het scheurlint. Je scheurt hem los, je knijpt hem leeg, je drinkt het op en een vlammende finale is het resultaat. Zeer effectief, 30 ml Guarana Shot en je beste finale ooit kun je rijden. Als laatste hebben we ook deze natuurlijk, de Magnesium Shot die ik net al benoemde. Mocht je gevoelig zijn voor kramp, en dus met name bij de langdurige inspanningen, dan kun je deze nemen. Een vloeibare magnesium die je ook los kan scheuren en het zakje losknijpen en je krijgt heel snel 30 ml vloeibare magnesium binnen. Dus ben je gevoelig voor kramp, neem dit dan halverwege de koers of eventueel voorafgaand aan de koers. En als de dag heel erg lang duurt, en echt heel erg lang bedoel ik mee 5 uur of meer, dan neem je er 1,5 uur van tevoren en 1,5 halverwege de inspanning, de Magnesium Shot. Dat zijn de twee producten uit de Shot-serie, waarbij de Guarana Shot de echte, ware finale knaller is. Gaan we naar het volgende onderdeel, wat ik nog niet iets over gezegd heb. En dat is natuurlijk drank. Want hoeveel moet je drinken? Vocht is een heel belangrijk aspect. En we kunnen over het algemeen zeggen dat mijn ervaring is dat veel sporters veel en veel en veel te weinig drinken. Dus vocht is cruciaal. Hoeveel moet je dan drinken? Nou, dat is heel erg lastig te zeggen, want er zijn allerlei factoren die een rol spelen. Denk aan temperatuur, denk aan geslacht, denk aan gewicht en denk aan natuurlijk niet vooral heel onbelangrijk de inspanning. Hè? Hoe hoger de inspanning, hoe meer je moet drinken. We kunnen over het algemeen stellen dat je ongeveer een bidon per uur moet drinken. 500 ml per uur inspanning. Maar natuurlijk, dat is een beetje met een korreltje zout. Want als het zeer warm is, drink je veel meer. En als het heel erg minder warm is en de intensiteit ligt heel erg laag, dan kun je ook al met minder af. Over het algemeen is een bidon per uur, in dit geval is een bidon 500 ml, is het advies.
Nou, daarvoor hebben wij het product Isodrink ontwikkeld. En Isodrink is onze zogenaamde 2-in-1 drank. Een sportdrank en een dorstlesser in één. Unieke drank met ook de toevoeging van glutamine, de toevoeging van een samenstelling van koolhydraten. En Isodrink is er in allerlei varianten van smaken. In red orange, in strawberry en in onze meest verkochte in de smaak lemon. Een sportdrank en een dorstlesser, die twee termen worden vaak door elkaar heen gehaald. En daar geef ik graag wat toelichting toe. Een sportdrank is een hoog geconcentreerde drank. Daarmee krijg je meer energie en meer elektrolyten binnen. En een dorstlesser is een softe variant daarvan. Is de inspanning zeer hoog, kies dan voor een sportdrank. En als de inspanning wat lager is, kies dan voor het mixen van een dorstlesser. En achter op de verpakking staat op hoe je dat kan mixen. Als laatste hebben wij naast de sportdrank ook de Hydrate. En de Hydrate is een bruistablet, zeer handig. Ben je onderweg, voeg dan gewoon een bruistablet toe aan je bidon. En je krijgt op die manier een heerlijk frisse dorstlesser. Een low-calorie sportsdrink dorstlesser krijg je binnen. Dat is de Hydrate. Handig om mee te nemen, met name bij tochten. Hoef je geen boterhamzakje met poeder in te doen. Gewoon een bidon en een bruistablet erin en klaar. En dan natuurlijk niet te vergeten, misschien wel het belangrijkste voor wielrenners, het herstel. Want hoe ga je nou uiteindelijk om met je herstel? Je bent zo goed als je laatste herstel. Je wil fit zijn, je wil fit blijven, je traint. Maar het is ook heel belangrijk om in de weg naar jouw inspanning, naar je evenement toe, om te zorgen dat je fit blijft. En dat doe je met herstelvoeding. En herstelvoeding, daarvoor hebben wij ontwikkeld Recovery Drink. En Recovery Drink is een unieke combinatie van eiwitten, van koolhydraten in deze zak. Mix dat met een shakebeker of eventueel met een staafmixer in een shakebeker gebruiken. Dat doe je als volgt. Je doet hier het water in of melk. Voeg daar de poeder recovery drink aan toe. En om het extra lekker te maken is mijn advies altijd, voeg er een banaan aan toe. Pers dat met een staafmixer door elkaar heen en drink het rustig op. Binnen bij voorkeur 60 minuten na de inspanning. En het zorgt uiteindelijk voor dat je vele malen hersteld bent. Rij je bijvoorbeeld een meerdaagse wedstrijd, bijvoorbeeld een Cape Epic of een langduriger andere tocht. Zorg er dan voor dat je elke dag na een zware inspanning binnen een uur een recovery drink neemt. En in het begin haalde ik ook aan de carboloader. Als je een meerdaagse tocht neemt, neem dan ook iedere ochtend bij het ontbijt die carboloader. Net zoals je elke dag na de inspanning de recovery drink neemt. En ik heb hier het welbekende sportvoeding webshop Unieke Bewaarblik. We werken met zogenaamde zakverpakkingen en het Unieke Bewaarblik. Die kun je hierin gooien en zet die in de kast. Aan de binnenkant van de verpakking staan de doseringen op. En een heel eenvoudige manier om je sportvoeding mooi te bewaren in de keukenkastjes. Goed, zelf zijn we ook fanatieke wielrenners. We rijden door het hele land. Misschien kom je ons wel eens tegen of eventueel wat collega's van ons. We rijden in deze mooie, unieke kledinglijn van Sportvoeding. Je ziet ze her en der in het land. Er rijden er velen rond, dus hartstikke gaaf om te zien. Als laatste, hoe ga je als renner, hoe ga je je voeding meenemen? Niet heel onbelangrijk, daarvoor hebben wij natuurlijk mooie producten. Want je kunt alles in je zak stoppen, maar natuurlijk kun je het ook makkelijker meenemen. En daarvoor het volgende. We hebben drie producten daarvoor ontwikkeld. Een zogenaamd zadeltasje, waarin je niet alleen je bandenplakzetje kan meenemen, maar ook eventueel een geldrink, een energy bar of een guarana shot kan doen. Daarnaast hebben we ook deze energy bike bag, hier op het middenstang zit. Nou, hierin kun je vrij eenvoudig een geldrink krijgen, of je doet hier een energy bar in of eventueel een guarana shot, zodat je hem snel kan pakken voor de finale. En misschien wel een van onze mooiste producten in de vorm van fietstasjes. Dit is onze waterproof smartphone bag. Hier kun je je telefoon in doen. En daarnaast kun je ook nog een zekere hoeveelheid repen en gels kun je in kwijt. Of eventueel ook, net als net, een bandenplakzetje. Zelfs Long Engine Ring past erin. Zoals je ziet, er gaan hier vier producten in. Dus het is een heel mooi tasje om je producten in mee te nemen. Goed, wil je meer weten over sportvoeding? Voor wielrenners, kom dan naar het Experience Center hier in Zenderen. Of stuur een e-mail naar info@sportvoedingwebshop.com ter attentie van Henk Jan. En help je graag mee om meer te weten over sportvoeding. Ik wens je ontzettend veel bikeplezier op de wielrenner. Geniet ervan en hopelijk zie ik je graag of hier in Zenderen of online. Of eventueel via onze Facebook of Instagram pagina, waar we met regelmaat veel tips delen. Veel plezier!